Steas, aangetikt door Keller. Luijngen vindt het geen overtreding. Utrecht. En dan een flinke overtreding van Van der Vaart. En die krijgt maar één kaart in de vierde minuut van de wedstrijd al. Van der Vaart is geïrriteerd omdat Luijngen niet fluit voor de overtreding van Keller op Garisteas. En haalt dan flink door op Van den Berg. Vrije trap Utrecht met Joost Broersen. 12 minuten gespeeld. Van der Haar. Kruis. SQD. Aristeas. Iets aan de korte kant. Keller zit er bovenop. Douglas. Voetballetje op Van der Haar. En in het zijnet. Eerste gevaarlijke actie van FC Utrecht. Hans van der Haar. Aristeas, voortdurend het aanspeelpunt. Geraakt door Keller. Zo houdt Ajax de druk op FC Utrecht. Trabelsi, Van den Berg loopt achter hem aan. Utrecht heeft zich ingesteld op de tegenstander, maar is vanuit die visie vaak het sterkst. Van der Vaart. Sneijder, direct gespeeld. Garisteas en zijn eerste schot. Hij maakt een goede indruk in de eerste 15 minuten van de wedstrijd. Utrecht kiest zijn momenten. En die momenten kunnen vaak heel gevaarlijk zijn. Van der Haar, Broersen. Lekker schot. Vrij trap Sneijder. En de kopstoot van Garisteas. Van den Berg verdedigt mee. Tanger doet het ook. Het schot van der Vaart. Rigera stuurt Rosales weg. 10 minuten nog in de eerste helft. Direct gespeeld. En een vrije kans voor Garisteas. Maar die bal komt net niet goed op de rechterschoen van de Griekse spits. Tanger. Van den Berg. Vonk was hem even kwijt. Maar hij vindt toch weer. Want Broersen schiet erg hard hoor met zijn linker. Corner van den Berg. Wegdraaiend van het doel. Kopstoot Broersen. Nee, kopstoot Keller was het die een penalty wil. Maar hem niet krijgt. Luijngen wil er niet van weten. De kopstoot van Keller komt op het lichaam van Grigera en het is geen strafschop. Van der Vaart legt goed af op Sneijder. Goede aanval. Niet goed afgewerkt. Trabelsi, Rosales, Trabelsi, Aristeas, kaats is goed met Sneijder, Rosales, doeltrap. Rosales denkt aan een corner, daar leek het ook op, maar hij krijgt hem niet. Tiende minuut, tweede helft, Sneijder of Van der Vaart? Van der Vaart, in de muur. Van der Vaart nog eens. Rosales. SQD. Van den Berg, bal kwijt. Sneijder. Trabelsi. Aristeas. Vergat de kaatsen. En grote problemen voor Terrel naar de terugspeelbal van Broersen. Thea bij Ajax eraf en Babel erin. Babel die zijn basisplaats kwijtraakte na de komst van Garisteas. Van der Vaart. Maxwell. Babel.
Maar de ruimtes zijn klein. Aristeas, te moeilijk. Schot SQD en redding Terrell. Alles op de helft van FC Utrecht. Aristeas. Want Ajax is hier in de Galgenwaard de baas. Het stadion waar het 5 jaar op rij verloor. En daar is de 1-0 door Wesley Sneijder. En die is dik verdiend ook. Uitgerekend Utrechter Sneijder. In het shirt van Ajax scoort hier in de Galgenwaard. Aristeas, de nieuwe nummer 9, staat aan de basis. En Sneijder scoort beheerst. De Griek die een prima debuut maakt in het shirt van Ajax. Hij kopt goed, hij kaatst prima en hij kan nog goed voetballen ook. Vlak na zijn doelpunt wordt Sneijder vervangen door De Jong. Geblesseerd. Steven Blok van Heitinga, die sterk speelde op het middenveld. Aristeas. Aristeas en Terrell. Op de vaart. Kopstoot Heitinga. En in de naastoot De Jong. Daar was bijna de 0-2. Een geweldige kopstoot van Heitinga. Van der Haar. 10 minuten nog. Tanga. Zag de bal over de dek laat scheren. Prima wedstrijd. Lekker schot. Kruis. Tindalli. Zijkomar. Van der Haar. Van der Haar. Ruim naast. Babel. Dikke minuut nog. Babel gaat de wedstrijd beslissen. Jawel. 0-2. Met een hele knappe actie. Ryan Babel. Een groot talent. Ajax wint hier in de Galgenwaard dik verdiend met 2-0 nadat het 5 jaar lang hier een pak op de broek kreeg. Ajax Utrecht. Utrecht Ajax 0-2.